Goedemiddag allemaal. Ik heb een kinderboek gemaakt. Dat heet Gelukkige Olifant. En daar ga ik een stukje uit voorlezen. Dan zit jij achter de bol. Ga je ook een stukje doen? Het gaat toch regenen buiten, dus laten we dat maar doen. Het goede idee van Nelly het nijlpaard. Het was nacht. Diep in de nacht. Alle dieren lagen snurkend te slapen. Alleen Lars lag wakker. Hij was blij dat de olifant eindelijk ook sliep. Want, dacht Lars, als de olifant slaapt, dan kan hij niet denken dat hij lelijk is. Lars keek naar de sterren en hij dacht diep na. Hoe moest hij de olifant nou uitleggen dat hij helemaal niet lelijk was? De olifant was gewoon een hartstikke mooie olifant. Alle olifanten hebben een slurf, grote oren, grote poten en een dikke kont met een piepkleinstaart. Stom zebra, riep de aap van bovenuit de boom. Kan niet, huilde de zebra. Kan niet, kan niet, kan niet. De dieren keken verdrietig naar de huilende zebra. Ze vonden het zo zielig voor hem. Maar toen lachte Lars. Grapje, je hebt gewonnen, zebra. Hoe kan je nou verliezen van een dier dat niet bestaat? Jij bent de grote hardloopkampioen van ons bos. Jij bent de snelste zebra van de hele wereld. De zebra keek op en ik kon het bijna niet geloven. Kijk eens zo. Voor jou is dit boek. Moet je... Is dat een kleinzoon? Dit is de kleinzoon, ja, ja. Laat het maar zien. En dat is je dochter. Wat? Zij is je dochter. Ik heb geen idee wie zij is. Ze is heel spannend. Ik ben nog een paar boeken. Heb je nog een eerste exemplaar nodig? Ja. Ja, een mooie teken. Ja, wij zijn de jongens in de brillen, hè? Wij zijn de jongens in de brillen. We zien er veel slimmer uit dan alle andere mensen. Er komt ook nog een tekening voor. Dankjewel, hè. Ja, vind ik het leuk? Heel mooi. Dankjewel. Heel snel. Ik denk, Leuk. Dankjewel. Olifantenpis. Ja, heel leuk. Ja.